Nee. Boeien een broodje frikandel. Hi Marie. Hi. Begin even je vlog, want dit is het eerste deel van je vlog. Van de wedstrijd en zo? Nee, gewoon even je vlog beginnen. De wedstrijd vertel je later maar over. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn moeder heeft iets voor mij en mijn vader, maar ik weet dus niet wat. Ga maar even op de bank zitten. God, ik. Wil jij even filmen? Ja. Nee. Als die hond te pakken, dan krijgt hij een gek. Ik had het besteld voor je, maar het kwam een beetje laat. Voor kerst. Dit is een enorme poos. Ga weg! Feest! Zo nog niet erop. Nu af. Zitten. Zitten. Ja. Poster van Billie Eilish. Echt een hele mooie. Echt heel tof. En dit is een enorme poster. Goed voor hem. Van Post Malone, die moet je zo houden. Oh, je bent echt geweldig. Dat hij wel helemaal met zijn armen onder de tafel zit, maar niet met zijn gezicht, gelukkig nog niet helemaal. Veet. Oh, wat cool. Kom, ga zo gelijk ophangen. Nee, dat gaat niet nu. We gaan nu eerst eten. En deze moet ik even kijken hoe ik ze het mooiste ga ophangen. Maar ze zijn dus echt op een soort van canvasachtig doek gedaan. Echt heel tof. Oh, dat is echt heel cool. Ja, zeker. Alsjeblieft, schat. Heel mooi. Jullie zullen wel denken van wat moet een kind wat blind is met posters, maar ja, dat wilden ze zelf. Ja. Weet je, ben ik zo irritant. Ja, ga maar met de winst. Kom hier. Alsjeblieft, ja. Hè. We hebben een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag 5 januari. Oh, mam, je bent morgen jarig, dat is waar. Ja, ik is morgen jarig. Niks. En jawel. Morgen jarig. En ik ben nu op de stal. Het is 10 uur. Nee, het is 9:30, denk ik. Nee, 9:15. Het is nog heel erg vroeg. Weer één. We zijn op de stal. En ik heb zo'n wedstrijd op Tira en op vrouwen. Bijna bijna kan ik hier omdraaien vanaf nu. Nee. Inderdaad. En we zijn er eventjes aan het afspuiten. We hebben het eventjes de beentjes gewassen met zeep. Ja. Is dat bij jou op je vlog? En dat? Nu weer. Ja. Oh, maar je gaat ook met de wedstrijd vorige keer. Oh, echt? Ja, toen had je mij gefilmd. Leuk. Ook de leuk. Nou jongens, dat is dus Dani en die heeft zo'n wedstrijd op Tinky, haar pony. Samira die is eventjes aan het afspuiten. Leuk, maar ja. Gaan we eventjes naar Tinky. Mama, wil je op YouTube? Nee. Stinky. Ja, dat is Stinky. Ja. Hij is helemaal wit. Ja. De moeder van Dani is even bezig met zijn manen, maar die wil ze niet op. En ja, hoe laat was je nou? 10:30? Ja, 10:30. Ja, ik heb om... Ja, 10:30. 10:30. Ik heb om 12:00 op Flower en op 12:30. Ja, maar Tira. Dat vind ik zo raar, want heel veel mensen zitten om 12:00. Echt? Ja. Ja, ik heb 3:45 volgens mij. Ja, ik heb net eventjes zijn benen dus ingestopt en zes naar van het afspoelen. En we gaan even de staart nog wassen. En ja, die is echt... Ja, die is echt heel... niet vies. Nou, is niet echt. Nee, man. Ja, daar was het. Nou, dus tot zo. Ik heb het op mijn handen hier zo. Ja, nee, hou maar zo. Ik hou maar... Dit is dit echt komt gewoon van geel. Staart. Dit komt van Tira de staart. Ja, echt heel de bedoeling vies. Is dat we dit zometeen bij wit. De volgende wit is. Ja, we moeten... En niet in de en jongens, we moeten... Even opzij, dan ga ik even spoelen. Tier. We moeten... Tier. Samir. Samir. We kijk moeten... Oh, mooi. Mooi, hè? Ja. Als dadelijk... nu is die staart natuurlijk schoon, moeten we dat echt proberen een beetje zo. Bij te houden. Best gewoon niet. Paars. Paars shampoo. Die van mij? Ja. Oh. Ik heb hem even gepakt. Oh. Want jij ging er ineens vandoor toen ik hem nodig had. Oh. Ja jongens, mijn vader is er. Hey. Hey. En ik ben helemaal klaar. Ik moet alleen wel wat schoentjes nog aandoen. Maar verder ben ik hier nog klaar. Kijk mijn haar. Zo. Yes. Mooi hoor. Ja, dus... Ik ben al helemaal gestresst, ik moet zo flower. Mam, we moeten echt zo naar flower, want het is bijna klaar. We gaan. En dan moet ik 20 minuten flower stappen. Ja, misschien kwijt zo'n vragen, maar dat gaat niet dicht. En dan moet ik de wedstrijd doen met flower en dan moet ik op Tira. Nee, dan moet ik eerst zo op Tira en dan moet ik Tira overnemen. Nou, gaat helemaal goed komen. En adem in, adem uit. Gaat helemaal goed komen. Ja? Ja. Hey Marie. Hi, het is nog pauze.
Oh, oké. Ziet er mooi uit hoor. Papa, leg maar neer die boterham. Oh, nog een krentenbol? Boterham. Nog een lekkere chocoladebol. Hij is nog warm hoor. Die stinkt ook nog wel. Wil je nog lekker warme chocoladebol?
Dus wat zeggen we dan naar de slager? 69 cent per kilo. Tweede vraag. Marina, super knap gedaan. Heel erg goed. Ja, en nog een snoep. En een... 4,6 voor je paard. Thank you. Oké. Maar ja, de wedstrijd op Flower ging op zich wel goed. Maar Tira ging echt bakker slecht. Echt gewoon zo slecht heb ik nog nooit vroeg gereden. Het ging echt heel slecht. Maar ze was gewoon echt zo irritant. Bij Sam was ze al echt heel irritant. En Sam zei al, kut paard. Ja, Sam die kwam langs. En je hoort, het enige wat je hoort, kut paard, godverdomme. Kut pony. Nou, dat hoort je dus gewoon constant. En nou ja, weet je, ik heb het ook een paar keer gezegd hoor, maar ik denk niet zo hard. En nou ja, het was gewoon echt vreselijk. Het was echt, ze ging niet op de hoefslag. Als ze dan aangalopeerde, dan ging ze half de bak door. En dan, ze was aan, bijna ze over mij maar, heen. Ze wou alleen maar rennen. Ze wou alleen maar, en dan hield ik het er terug. En dan struikelde ze weer. En dan ging ze bijna op de nou. Eén keer dacht ik echt dat we samen onderuit gingen. Daar bij die A. Nou echt, ik vond het echt verschrikkelijk. Binnenkort zien jullie deze in de Lidl als broodje frikandel. Ah, nee. Boeien een broodje frikandel. Lekker hoor. Godverdamme, ik ga echt over mijn leggen.